Hallo, ik ben Stacey Seedorf. Hi, ik ben Lien van Groen en wij zijn trainers van State of My Network. Yes. En we zijn hier in het prachtige India, in Goa. En we hebben hier een yoga- en meditatieopleiding gedaan. Dus we zijn yoga- en meditatiedocenten nu. En dat is natuurlijk super gaaf, want we zijn al heel lang mee bezig. Maar nu ook in India hebben we hier de skills geleerd. Ja, en de training was erg intensief, maar wel heel erg gaaf. En waarom het voor ons zo ontzettend van belang was, is omdat wij wat we hier hebben geleerd mee gaan nemen in de training die wij op zondag 10 december aanstaande in Amsterdam gaan geven. Dat is onze volgende Mind and Body Balance Training, zoals we die ook gegeven hebben in Tsjechië, in Praag, in Frankrijk, in Marseille en ook al eerder in Amsterdam. Nou, wat wij hebben geleerd hier nemen we mee in de volgende training en daarom zouden wij het heel gaaf vinden als jullie ook naar Amsterdam toe komen. Ja, dat zou natuurlijk superleuk zijn en we gaan het over hele goede en bijzondere en interessante onderwerpen hebben. Namelijk over stress, depressie en burn-out. Want het is natuurlijk heel erg, als je daarmee te kampen hebt, heel erg vervelend. En ja, je kan er gewoon dingen aan doen. Je kan het voorkomen of genezen. En ook door mindset, maar ook door bodyset, door je state of body. Dus hoe je met jezelf omgaat. Want voeding en bewegen en slaap en supplementen hebben allemaal heel veel effect op je hormonen bijvoorbeeld. En als daar een disbalans in is, dan heeft het direct effect op je gevoel. En dus ook ja, of je je depressief voelt of dat je je vrolijk voelt. Dus ik ga vooral het hebben over de state of body. Dus over je lifestyle, over voeding en over bewegen, slaap en supplementen. En Stacey over? Ja, mijn invalshoek is altijd de state of mind. Als mindset coach en state of mind trainer ga ik daarover vooral hebben wat het effect daarvan is op stress en een burn-out, onder andere. Maar daarnaast ga ik ook een van de meest voorkomende fenomenen bespreken met jullie. En dat is bindings- en verlatingsangst. Dat is de nummer 1 reden waarom mensen moeite hebben met liefde, in liefde, in relaties, relaties krijgen of relaties vasthouden. Het is zo universeel dat ik het over moet hebben en ik kan namelijk spreken uit eigen ervaring. Dat vind ik het allermooiste hierin en daarom wil ik het jullie bijbrengen wat ik hierover heb geleerd en wat ik hierover heb ervaren. En het meest verraderlijke daarvan is dat je zelf niet doorhebt dat je leidt aan bindings- en verlatingsangst, maar het heeft je hele leven lang in zijn greep. Dus het is altijd interessant om hierbij te zijn, zowel voor waar Lien het over gaat hebben, waar we het samen over gaan hebben en over waar ik het ga hebben. En de training is gratis. Je kan dit niet missen. De onderwerpen zijn te interessant en de drempel is te laag om te zeggen, ik kan niet, ik ga niet, ik heb geen zin, het interesseert me niet. Het is altijd goed. Dus. Ja, dus je kan je nog opgeven. We hebben nog wat plekjes vrij. Dat kan via het evenement op onze Facebookpagina. Van State of My Network. State of My Network. Yes. Ja, dus dan kan je daar opgeven. Of als je geen Facebook hebt, dan kan je ook een mailtje sturen naar info@stateofmynetwork.com. Ja, doe dat nou echt. Het is 10 december. Het is tussen 12 en 5. Ja. Hartje Amsterdam. Hartje Amsterdam, ja, in het centrum van Amsterdam. Dus je kan het ook nog combineren met mooie sightseeing in onze mooie hoofdstad. We hopen jullie echt allemaal daar te zien. Geef je op, vergeet het niet. Luister nog eens terug deze video, dan kan je horen hoe je op kan geven. En dan zien we jullie. Ja, ik hoop dat dan. In Amsterdam. Ja. Bye bye. Doei.